Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Fortnite update video. Als je wilt, druk eventjes op het duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. We gaan deze video voor de 1000 likes. Maar dan moeten wel iedereen meewerken natuurlijk. Abonneren kan hier beneden. Ondertussen zien jullie natuurlijk al de itemshop voorbij komen. Met onder andere natuurlijk weer de Calls Cosmetics, voetbal icons, een Sparkles Locker bundel bovenin. Dik om te zien. Rechts onderin kun je de code 12 te vullen. Wie dat ook heeft gedaan is Remy. Ik hoop dat ik in de ochtendvideo kom. Nou Remy, je zit erin. En natuurlijk ook heel erg bedankt dat je ons hebt gesupport bij het halen van die super dikke vuurwerkskin. We gaan denk ik direct starten. Ik heb vandaag best wel weinig eigenlijk. Maar ik heb wel heel erg interessant nieuws. Dus dat wil je niet missen. Yes, en het eerste topic. We kijken eventjes hoe ver we zitten in Season 3. Nou, op dit moment zitten wij op 28,4%. Wat betekent nog 75 dagen. Jawel, het gaat niet lang meer duren. Namelijk 2,5 maand. En dan zijn we er al. Namelijk Season 4. Oké. Eigenlijk gaat het nog wel eventjes duren. We krijgen nog heel erg veel updates namelijk. En over updates gesproken. Ja, het is vandaag dinsdag. Wat inderdaad normaal gesproken betekent update dag. En ik heb slecht nieuws voor jullie. Ja, ik praat heel erg hyped, maar ik heb gewoon slecht nieuws. Namelijk, vandaag is de dinsdag update dag, maar er is blijkbaar een soort van aanpassing gedaan bij de cash cups, waaruit blijkt dat inderdaad de update daardoor wordt verzet naar morgen. Dat blijkt ook als we kijken naar de Twitterpagina van Fortnite Status, namelijk geen bericht. Dus dat betekent officieel geen update vandaag. Of het moet echt last moment geannounced worden. Maar ik verwacht van niet. Morgen dan krijgen we de update. De 21.20 update uit mijn hoofd. Ja, maakt ook niet uit. Wat gaan we allemaal krijgen bij deze update? Nou, best wel veel. Namelijk allereerst Sleepy Sound en Condo Canyon. Die krijgen een grote update. Dus die moet je sowieso in de gaten houden. Hetzelfde geldt voor Tumble Down Temple. Die krijgt ook echt grote veranderingen. Die hele point of interest gaat veranderen blijkbaar. Nou, het zomerevent komt er natuurlijk ook aan. Wat betekent dat we heel erg veel zomerdingetjes gaan krijgen in de game. En natuurlijk ook items. Jawel, gratis items. Dat gaat sowieso dit jaar weer gebeuren. Door middel van challenges kun je gratis items unlocken. Dus dat gaan we al morgen hopelijk ook allemaal zien. Tenzij het dan natuurlijk allemaal encrypted is. Daarnaast de Battle Pass. Indiana Jones. Die cosmetics komen er namelijk ook in deze update. Wat betekent dat je die kunt unlocken over enkele dagen. Misschien morgen al of overmorgen. Echt heel snel al. Dus dat is ook zeker weten tof natuurlijk. Heel misschien krijgen we een nieuwtje over Luke Skywalker. Allemaal niet zeker. Daarnaast natuurlijk er wordt waarschijnlijk wel een nieuw item of wapen toegevoegd. Of er wordt een item of wapen gevald. Natuurlijk nog veel meer verschillende map changes, bug fixes, noem het maar op. Heel erg veel skins worden toegevoegd. Ik denk zomerthema. En ja, we gaan het allemaal morgen zien. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit gaat eventjes over een nieuwe, ja, een raptor die je kan kopen. Jawel, dit is namelijk gewoon zo'n figuurtje die je kunt halen van Hasbro. Ziet er geinig uit, maar persoonlijk, ik ga het niet kopen. Maar een raptor verkopen ze nu dus. Ja, we gaan door naar het volgende. Ja, en dit is gewoon eventjes een handig lijstje van de beste Deathrun maps in juli. Jawel, dus ik zou zeggen, succes iedereen met het doen van Deathruns. Vooral niet rage quitten. Gooi je controller ook gewoon niet kapot. Had ik bijna bij Fall Guys. Ik heb trouwens wel die 100 dingen heb ik unlocked in Fall Guys. Dus dat is zeker weer ten huis. Ik heb dus de gratis items unlocked. Maar goed, dit topic ging over de Deathrun codes. Ik zou zeggen, succes. We gaan door naar het volgende. Ja, en dit is dan het laatste topic. En dit is eventjes een heel erg zuur filmpje. Namelijk iemand die het Star Wars wapen gebruikt. En ik zweer het je, als je deze video hebt gezien, ga je dat item nooit meer gebruiken. Namelijk, we gaan kijken hoe scheef deze is, maar ik ga wel alvast de video afsluiten. Dus thanks voor het kijken, abonneer nog eventjes, duimpje omhoog, zak te veel vraagt en ik zie jullie morgen weer. Peace out.